Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Game Mode Victory aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Wat ik in deze serie doe, voor de mensen die het niet weten, is ik probeer elke game mode in de game, dus al deze game modes één keer minimaal te winnen. Wij hebben in de vorige aflevering hebben we de game mode Fracture gewonnen, wat inhoudt dat we alle core game modes hebben gehad. We gaan dus vandaag door naar hardcore en we beginnen bij natuurlijk een team deathmatch potje. Dus wat wij moeten doen is we moeten een team deathmatch potje gaan winnen. Winnen wij dat potje, gaan we door naar free-for-all. Verliezen wij nou het team deathmatch potje, moeten we terug naar Fracture toe. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga gewoon spelen met onze Razorback Clash, puur omdat die lekker is. En ik hoop jullie te gaan zien in een potje. Alright boys, zoals je kan zien ben ik in een hardcore team deathmatch potje gekomen op de map Nuketown met natuurlijk de Razorback zoals ik zei. En wat wij moeten doen is, wij moeten natuurlijk heel simpelweg, zit er eentje al nu al te campen. Wij moeten natuurlijk heel simpelweg dit potje winnen. Als wij dit potje verliezen, moeten we een game mode terug. Dus ik hoop dat we het beste van kunnen maken. En dan gaan we gewoon onze best doen, zoals wij altijd doen. Want als je je best niet doet, dan ga je ook niet kunnen winnen. Hij zit daar boven, die lul. Mijn fucking teammate om me schieten. Dan word ik afgeleid, vriend. Dat ik hou rustig even een UAV'tje voor mijn team. En dan beginnen ze uit het niets opeens op mij te schieten. Daar heb ik natuurlijk ook niet zoveel aan. Er komt er één aan de zijkant. Twee, denk ik. Je moet echt uitkijken voor mijn eigen team gewoon, joh. Teammates in hardcore zijn het allergevaarlijkste. De enemies niet. Alleen je teammates wel, want die killen je echt hard af. Zie, ik wist dat hij er zat. Ik schoot dat door de muren, omdat ik dacht dat hij er zat. Maar ik had dus wel mooi gelijk, want hij zat terecht. Ja, daar is in ieder geval de UAV. Zie je, teammates zijn het gevaarlijkste, ik zeg het. Ik zeg het, hè. Ik had mezelf nog gewaarschuwd. Oké, lekker dan. Dit ging goed. Dat was killchain. What the fuck? Lol. Ik drop uit het niets, drop ik een killchain. Okidoki. Grappig. Oh, ja. Oh, ik word door de muur heen geschoten. Hij schoot niet op mij. Hij schoot op mijn teammate en ik werd doorheen geschoten. Door de muur heen. Nee, is kut, want mijn UAV wordt het in één keer uit de lucht geschoten. Daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Ik had wel een mooie killchainje, though. Ik kan zeggen wat je wil. Maar het is nu al een mooie game. Puur omdat ik de killchain heb gedropt. Althans, dat vind ik mooi. Mooie killchain was dat. Ik hoop dat we voorstaan. Ik ga nu op het scorebord kijken. Dan ga ik stressen namelijk als we achter staan. Nee, teammate. Ah, you fucking kidding me. Je staat te campen, vriend. Ben je een fucking retard of zo? Dat zijn echt de slechtste van de slechtste mensen. Ze zien je aankomen. En ze kunnen alleen gewoon dwars door je bakken zijn, joh. Dat zie je toch? Lijkt mij. Oh shit, hij staat er wel, hè? Hij zit er wel in die garage. Ik dacht al, ik krijg nog hitmarkers. Maar ik zie hem helemaal niet, joh. Lekker teammate, goed gedaan, jongen. Sorry teammate, nu was ik het die je killde. Sorry teammate, sorry. Ik schoot nu mijn teammate af, dus nu sta ik eigenlijk kiet. Hij zit er weer hoor, hij zit er weer. Ik moet even die camper killen hoor, ik kan niet tegen die mensen nou hoor. Doei! Ga je me anders irriteren man. Super irritant als je daar gaat zitten. We winnen volgens mij wel keihard hoor, als ik het zo zie. Ik ben ook best wel heel hard aan het afknallen moet ik zeggen. Schiet wel, ik heb mijn UAV weer ingeroepen, maar ja, natuurlijk is het binnen een munt van tijd uit de lucht geschoten. Dus ik kan er nu nog van genieten en binnen enkele seconden is het weer uit de lucht. Ah, kut, goeie kill. We hebben volgens mij al bijna gewonnen. Ik heb nog een harde sender gun. We gaan wel echt hard, jongen. Killchain'tje erbij. Ik, het kan allemaal. Sender gunnetje erbij. Okay.
Ik hoorde je al schieten. Ik hoorde hem al schieten. Vieze camper. Zo, de knetter. Enemies beginnen nu wel hard te campen, want ze weten dat ze achter staan. Kom maar, laat je kom maar zien. Sorry voor de camp, jongens, maar ik deed even jullie teammates na. Ik denk, oh my god, ik word weer gekild door een teammate. Het is ongelooflijk, joh. Je ziet het toch? Je ziet toch dat ik dat ben? Je ziet dat ik bij, joh. We zijn een fucking team, joh. Kut, camper. Ah, kut, er zit er nog één. We hebben wel bijna gewonnen. Nog 10 kills, we kunnen dit. Ah, kut, een dart in mijn reet. We moeten sneller die kills gaan maken, want dit enemies maken nu nog een comeback ook als we niet oppassen. Kut camp, precies, ze beginnen te campen omdat ze achter staan, hè? Hoppatee, let's go! 50 kills gedropt, potje gewonnen, met nog een skill chain erbij. Dat houdt in dat we nu ook een hardcore dynamics potje hebben gewonnen. Zo, ik moest nog wel even concentreren, want ze kwamen nog een beetje terug, die enemies. Kijk maar, ze hebben 84 kills totaal. Ik heb 50 kills van mijn hele team bij elkaar gesleept. Dus het was een heel mooi potje, het was een heerlijk potje met de Razorback. Kill chain erbij gedropt. En het houdt in dat we deze game het ook hebben gewonnen. Dan gaan we weer door naar de volgende game mode. Dat wordt natuurlijk hardcore free for all. En ik hoop jullie daar weer bij te gaan zien. Dus thanks for watching. En hopelijk jongens, tot de volgende keer. Bye bye.